Hi, ik ga jullie in deze film de Makkaho laten zien. Dat is een mooie reeks die op basis van de 12 meridianen en de orgaanklok de energie door het lichaam heen laat stromen. Iedere 2 uur is er een ander orgaan actief. Misschien merk je dat ook wel zo gaandeweg de dag. Dat er zo tussen 5 en 7 iets minder energie in het lichaam is en dat je heldere momenten juist 's ochtends zijn. Misschien heb je bepaalde vaste tijdstippen waarop je wakker ligt in de nacht. Dus ik ga jullie op basis van de orgaanklok, het is een hele oude reeks, ik heb het niet zelf verzonnen, maar is niet minder fraai en minder mooi en ook, ik denk ook heel waardevol om nu nog steeds te doen en te herhalen. Want mijn eigen ervaringen ermee zijn is dat het heel harmoniserend werkt. Dus heel fijn en prettig om die eenvoud te voelen van die diepe yoga rek oefeningen. Laten we beginnen met de longmeridiaan en de dikke darmmeridiaan. De longmeridiaan die begint op de voorkant van je borst, langs je schouders naar je duim. En de dikke darmmeridiaan die gaat vanaf je wijsvinger over de zijkant van je arm omhoog. Het is om die reden dat we de duimen in elkaar haken, achter het lichaam. De wijsvingers strekken en de andere 3 vingers dichtvouwen. Ik blijf maar even dwars op jullie staan. En dan open je het hartgebied door je armen naar beneden te strekken. En dan rustig de armen over je hoofd. En zo in deze positie blijf je een paar ademhalingen staan. En al je aandacht en adem is in het schoudergebied. Het kan prettig zijn om in elke houding 5 ademhalingen te blijven. In het voorbeeld doe ik er nu 3 ademhalingen. Dus hier de laatste. En dan kom je rustig overeind en je houdt de duimen in elkaar gehaakt. Zodat je achter je rug de duimen kan wisselen. Andere duim boven. Het is mooi om de linker en rechter hersenhelft even te prikkelen. Inademen, open je hart. En dan zo voorover buigen. En doe je het nog een keertje. En alle rek toelaten in het schoudergebied. En voelen wat er in die schouders voor sensatie plaats kan vinden. Nog 1 diepe adem. En dan kom je langzaam omhoog. Oké. Dan gaan we door met de volgende meridianen. Dat is de maag- en de mildmeridiaan. Daarvoor mag je staand. Dat is de eerste optie die je kan doen. Als je niet op je knieën kan zitten. Eigenlijk is die vanaf de knieën. Maar er zullen mensen zijn die niet gaan steunen op de knieën. Je zou hem ook staand kunnen uitvoeren en zo je borst optillen. Maagmeridiaan die begint in je gezicht. Gaat helemaal langs de voorkant van je lichaam. Over de wreef. En het is om die reden dat je een voet naar achter kan plaatsen. Terwijl je zo je borst optilt en opent. Dus je kan hier zien dat vanuit de wreef het lichaam helemaal aan de voorkant geopend en gerekt wordt. Dat zou je 3 ademhalingen langs de ene kant en 3 ademhalingen langs de andere kant kunnen doen. Maar ik laat jullie ook even zien hoe je hem vervolgens zou kunnen gaan doen. Dus dit is de aanpassing, daar ben ik mee begonnen. Dus de aangepaste versie is dat je hem vanaf je knieën gaat uitvoeren. Omdat die meridiaan over je wreven loopt, leg je de voeten plat. En je kan zo het bekkengebied openen, dat is optie 2. Misschien een beetje naar achter leunen. En heb je geen problemen met je knieën, dan zou ik hem vanaf hier uit gaan voeren. Handen achter je. En zo het lichaam openen. Daar de 5 ademhalingen doen en de hele versie, als die te doen is voor je. Die is geknield. Tussen de voeten inzakken of erbovenop blijven. En helemaal achterover. Met de armen naar achter. En daar de 5 ademhalingen doen. Kies 1 van de opties en blijf daar in alle rust 5 ademhalingen. En voel, focus op wat er aan de voorkant van je lichaam allemaal opent. Over de wreef en de dijbenen, in de heupen. En ook nu, we blijven er niet lang in. Rustig weer overeind komen. Mocht je hem thuis op je gemak willen doen, 5 ademhalingen, dat is een mooie. Voor nu hebben we er 3 gedaan. Dan gaan we door. Met de zolen van de voeten tegen elkaar. Je schuif je naar het lichaam toe, hoeft niet heel dichtbij te zijn.
En dan nu voor de hartmeridiaan en de dunne darm. De dunne darm die gaat over de buitenkant van je arm. En de hartmeridiaan heel diep van binnen. Ze gaan richting de pink en de vingers. Dus je wil reiken over je benen heen naar voren. En zo voorover buigen. Van binnenuit met je hart een beetje duwen naar je schouderbladen. Dus je rug is niet helemaal rond. Maar je wil de rek voelen over dat schouderbladgebied. Daar zigzagt die dunne darmmeridiaan. Dat wil je als het ware een beetje opentrekken. Dus je reikt naar je ellebogen terwijl je voorover buigt. En terwijl je hier in deze houding bent en ademt, is al je aandacht in die bovenrug, over de ellebogen, naar je handen. Nog één diepe adem. En dan kom je rustig overeind. Dan gaan we in lang zitten verder. Ik zal haaks op jullie gaan zitten. Dus met de benen rechtuit naar voren. Voor de blaas- en de niermeridiaan. De blaas begint bij je ooghoek en die gaat over de volle breedte, lengte van de rug en de hamstring, achterkant benen, door de knieholte, langs de buitenkant van de enkels naar de kleine teen. En de niermeridiaan die begint in de holte van de voet, die gaat langs de binnenkant van de benen omhoog. En je kan wel een beetje zo dat nierengebied wat loskloppen en zo langzaam naar voren zakken. En zo buig je voorover. Om je rug niet te veel te belasten, stel dat jij niet verder kan buigen dan hier. Misschien kun je de beweging, de houding ook doen met je knieën een beetje gebogen, zodat je buik en bovenbenen weer dichter bij elkaar zijn. Rijk met je hielen bij je vandaan. Duw weg. En strek je kruin heel ver bij je vandaan. Dus de hele achterkant van het lichaam, daar probeer je nu energie doorheen te laten stromen. Daar focus je je op. Daar is je aandacht en adem. En dan kom je langzaam weer uit de houding. Dan kan het aangenaam zijn, zeker als je wat last van je rug hebt, om even een andere houding te doen. Bijvoorbeeld liggen op je rug. Even mijn microfoonkastje wegdoen. Zo. En dan rustig inademen, het bekken optillen. En met een uitademing weer terugkomen. Het is wel heel aangenaam om even een andere beweging te maken. Een contra-beweging. Omdat we zo weer voorover gaan buigen. Laatste keer adem in. En weer uit. Dan gaan we verder. Naar een kleermaker zit. En het kan hier aangenaam voor zijn als je iets onder de knieën kan liggen. Ik zal even iets pakken om dat te demonstreren. Als je erg vast zit in je knieën en in je heupen, dus als jij degene bent die in de kleermaker zit, helemaal zo zit, omdat je niet meer ruimte hebt, dan is dit een heel goed alternatief. Ga dan op een verhoging zitten, bijvoorbeeld zo'n groot rolkussen of wat je ook maar tot je beschikking hebt. Kruis je onderbenen en leg een ander kussen voor je neer. Je ziet dat mijn voeten laag zijn, mijn bekken en mijn knieën zijn wat opgehoogd en gesteund. En dat is wel heel aangenaam in deze positie. En dan de armen spreiden, kruisen en vooroverbuigen. Voor die mensen die dat allemaal niet nodig hebben. Zoals in mijn lijf. Ik kan gewoon lekker gaan zitten op de grond. Armen helemaal spreiden. De pericard en de triple heater is waar we nu de rek voor naartoe willen brengen. Dus je reikt in deze positie met je handen zo ver je kan voor het lichaam. En je buigt voorover. En dan kom je rustig weer rechtop zitten. En dan mag je deze houding met de armen andersom gekruist gaan doen en met je benen andersom gekruist. Dus even andersom kruisen. Armen weer helemaal openen. Dus had je net je armen zo gekruist, dan doe je andere arm boven. Rijk zover je kan met die armen voorbij in die bovenbenen
En buig naar voren. Het kan zijn dat het voor jou aangenamer is om de armen verder naar voren te brengen voorbij de benen in plaats van erop. Kies de positie waar bij jou een mooie rek ontstaat. Wat voelt voor jou goed? Nog één diepe adem. En dan kom je weer rechtop zitten. Dan doe je de benen helemaal wijd. Voor de laatste twee rekoefeningen. De galblaasmeridiaan die loopt langs de buitenkant van het lichaam. Die pakken we als eerste. En uiteindelijk de levermeridiaan die langs de binnenkant van de benen loopt. Dus kom met je schouder naar beneden. Terwijl je wel met je romp helemaal naar voren blijft. Dus je gaat niet inzakken en naar voren komen. Het is echt zuiver zijwaarts. Je kan misschien met je hand bij de voet. En de andere arm reikt strekt omhoog. En dan kijk je in hoeverre deze arm ook over je been opzij kan. En misschien is het voor jou prettiger. Heb je meer reksensatie als je arm hoog blijft. Dus je kan hier blijven zitten. Mooie diepe ademhalingen. Helemaal naar beneden komen. Heb je handen misschien allebei bij je hoofd. Zo zijn er een aantal opties. En kijk wat voor jou passend is. Bij mij is nu ook de neiging om deze heup wat van de grond te laten komen. Dus ik moet eigenlijk wat terug gronden. In dit geval in mijn linker zitbot. En dan rustig omhoog komen. En dezezelfde rekoefening naar de andere kant. Dus over het been, zijwaarts. Terwijl twee zitbotten op de grond blijven. Dus draai het midden van je borst, het hartcentrum, naar het plafond. Laat het niet zakken naar de vloer. Dus deel op. Dan kom je rustig weer rechtop zitten. En dan eindig je met naar voren reiken. Om de binnenkant van de benen te rekken. En ook hier weer zit je erg vast in je rug, in je heupen. Dan is het misschien verstandig om je handen achter je te hebben en jezelf op je zitbotten te duwen. En zo kijk je hoeveel je naar voren kan buigen. Dus misschien is dit voor jou voldoende. Dan heb je meer ruimte in het naar voren buigen, maar is de vloer toch een beetje ver weg. Dan haal je die naar boven door dan wat neer te leggen en kan je misschien zo naar voren buigen. En uiteindelijk helemaal voorover. Tot zover de Makka Ho. Het kan heel aangenaam zijn om dat gewoon even op je lijf in te laten werken. En even te gaan liggen. Armen en benen lang uit. Jullie kunnen blijven liggen. Ik kom weer even tot zit om dit stukje af te ronden. Het als losstaand reeksje van 6 oefeningen zou je die gewoon dagelijks kunnen doen. Aan het begin van je dag en zo de energie volgens die meridiaanklok door je hele lichaam laten stromen. Dat is het mooie. Alle richtingen die worden even geopend en opgerekt. En de energie kan er doorheen gaan stromen. Precies volgens die klok. Dat is wat we nu hebben gedaan als je de oefeningen in deze volgorde doet. En het is ook heel interessant om deze reeks bijvoorbeeld 3 keer achter elkaar te doen. We hebben hem een aantal keren op die manier in onze lessen gebruikt. En het is heel, je gaat nog meer naar binnen. Op een gegeven moment weet je de volgorde. Hoef je niet meer na te denken. Kan je dat uitschakelen. Dan kan je meer verdiepen, meer verinnerlijken. Ik wens je heel veel plezier met deze Makka Ho-reeks. Laat maar weten hoe je het ervaart, wat jouw bevindingen zijn. En een fijne dag verder. Hoi!